Daar staat in Eindhoven dan de elektrische trein. Met een groot aantal autoriteiten en genodigden begint hij zijn speciale feestreis naar Maastricht. Het geëlektrificeerde spoorwegnet van Zuid-Limburg wordt officieel in gebruik genomen. In snelle vaart schieten de rails, de wissels en de panen van de bovenleiding op ons af. Na korte tijd stopt de trein, niet bij een station, maar ergens bij een blokpost op de grens van Brabant en Limburg, waar de commissaris van de Koningin en gedeputeerde Staten van Limburg hem officieel komen verwelkomen. Het is intussen tijd voor de koffie geworden. Terwijl de koks in het keukentje daarvoor zorgen, reden we langs al die punten die we vorige week uit een heel andere gezichtshoek waarnamen. Even voorbij Sittard splitst de lijn zich. Links is de route naar Heerlen, ook geëlektrificeerd. Maar wij gaan verder in de richting Maastricht. In Lutterade zagen de mensen meer van de trein dan wij uit die trein van de mensen. Maar wel kregen we een goede indruk van het gebouwencomplex der Staatsmeij Maurits. Het gaat hard met die elektrische treinen. Terwijl de kelners hun laatste kleintje koffie nog serveren, reden we Maastricht, Limburgs hoofdstad, al binnen. En daarmee hebben wij dan ons einddoel bereikt.